Dierenhandel is de meest lucratieve handel na de drugshandel. De tweede handel, de lucratiefste handel in de wereld. Nou, wij hebben gekeken hoeveel honden zijn er in Nederland. Dat zijn ongeveer 1,5 miljoen. Die worden gemiddeld 10 jaar oud. Dus je moet 150.000 pups, schatten wij, per jaar aan vervanging hebben om die populatie stand te houden. En van die 150.000 pups hebben we een aantal rashonden van de Raad van Beheer. Die worden gefokt met een stamboom. We hebben een aantal honden die worden gefokt door particulieren en door beroepsmatige kennelhouders. En dat alles opgeteld kwamen we ongeveer uit op 75.000 honden die hier in Nederland gefokt worden. En er zijn er dus 75.000 die moeten ergens anders vandaan komen. En dat is in de handel. Waar de meeste puppies worden geconstateerd, dat is inderdaad het zuiden van het land. Dat heeft te maken met de historie. Daar hebben altijd heel veel fokkers gezeten van honden. Dus ja, Brabant is wel een provincie waar we veel tegenkomen. Om wat voor bedragen gaat het in die hondenhandel? Nou, we hebben toen op de internethandel al uitgerekend om 6 miljoen in de 2 weken. Alleen al via internet. Maar als je het hebt over 75.000 pups met gemiddeld een winst van 750 euro, dan praat je zo over 40, 50 miljoen euro omzet per jaar. Dus miljoenen business? Miljoenen, tientallen miljoenen. Een onderzoek heeft uitgewezen, een rapport, dat het vooral landen zijn als Polen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Hongarije. Daar zitten de grote fokkers, broodfokkers, waar puppyfarms, waar ze in grote aantallen worden gefokt. Ja. En hoe komen die hier? Via 1001 handelaren? Nou, er zijn natuurlijk genoeg handelaren, maar het onderzoek heeft uitgewezen dat er 3 grote handelaren actief zijn in Italië, Duitsland en Nederland. Die dus verantwoordelijk zijn voor de bulk van deze handel in heel Europa. Wat is nou precies het probleem met het honden fokken op zo'n manier op zo'n grote farm? Je weet niet wat je binnenhaalt. Je weet niet wat je krijgt. Je weet niet of ze gesocialiseerd zijn. Je weet niet hoe oud ze zijn. Je weet niet of ze wel goed gevaccineerd zijn. Je weet niet wat voor parasieten ze bij zich hebben. We lopen altijd het risico dat ze rabies, hondsdolheid, met zich meebrengen. Als dat een keer gebeurt, dan hebben we echt een probleem in ons land. En ja, het is een stuk welzijnsproblematiek. Die beesten worden met grote schaal worden die daar gefokt. Grote puppyfarms. Die worden vaak met transport hier naartoe gebracht. Waar altijd wat aan mankeert als ze aangehouden worden. Qua huisvesting, maar ook qua leeftijd, qua vaccinaties, et cetera. Dus het is een dierenwelzijnsprobleem. Is er nu iets aan te doen en gaat er ook daadwerkelijk iets gebeuren? Of is het nu geconstateerd en weten we het en dat zit? We weten al heel lang dat dit speelt. En we hebben er al heel lang aandacht voor gevraagd. In die jaren. 10 jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar de internethandel. Veel gaat via internet. En toen hebben we aangetoond dat ongeveer 30.000 pups per 2 weken in de zomerperiode werden verhandeld via internet. Nu heeft de overheid maatregelen genomen. En ook meer in overeenstemming met de Europese wetgeving. Per 1 januari mogen er alleen nog maar puppies binnenkomen die 15 weken oud zijn. Want dat is de leeftijd waarop ze gevaccineerd tegen rabies binnen mogen komen. Dus dan gaan we echt een sprong maken van 8 weken naar 15 weken leeftijd. De endboekjes mogen alleen nog maar door dierenartsen worden afgegeven. Dus als we constateren dat er veel puppies met 1 en hetzelfde boekje komen, dan worden de dierenartsen aangepakt. Ja, en willen we er met z'n allen wat aan gaan doen, dit is allemaal wetgeving, regelgeving, dan zal je als eigenaar of als potentiële eigenaar daar natuurlijk op voorbereid moeten zijn.